De schrik zit er nog goed in bij de bewoners van de seniorenflat aan de Smitshoek. Veel mensen hebben vannacht geen oog dicht gedaan na de brand. Nee, ik slaap toch al niet zo vast, maar dan helemaal niet. Als je dit net allemaal te verwerken hebt gehad. Ik kreeg wel de zenuwen. Ik denk, wat is er allemaal aan de hand? En toen werd hier ook gelopen op de galerij en gehold. Dus toen ging ik eens even kijken. En toen zeiden ze van, ja mevrouw, u moet eruit, want er is brand. Neem je sleutels mee en gelijk meegaan. Dus zo is dat gegaan, ja. Vanmiddag werd er nog een bijeenkomst georganiseerd met de bewoners, waar gesproken werd over nazorg en huisvesting voor de mensen die voorlopig niet terug kunnen naar hun woning. Voor de meeste mensen geldt dat ze gelukkig terug kunnen naar hun eigen woning. Voor 4 woningen geldt dat dat op dit moment nog niet kan. Er wordt met man en macht gewerkt om dat zo snel mogelijk wel in orde te maken. En er wordt voor opvang voor deze 4 gezorgd. Hoe is het nu met u? Nou ja, raar gevoel, bibberig. We moeten toch even verwerken. En, ik hoop dat binnen meevalt, maar ik weet ook nog niet wat ik vind natuurlijk van rook of waterschade. Hè. U mag nog niet terug uw woning in? Nee, ik moet nog afwachten wat brand wie ervan zegt. Ja. De brand ontstond 's avonds rond 8 uur. In de flat wonen ruim 30 ouderen. Ze werden zo snel mogelijk geëvacueerd. 1 bewoonster van ver in de 90 bleef achter. Ze probeerde nog aan de vlammen te ontvluchten via het balkon, maar ze kon niet meer op tijd worden gered. Als je zo aan je eind moet komen. Ze stond brandend op het balkon, hoorde ik. Dus dat heb ik gelukkig niet gezien. Maar het is allemaal triest. De politie is samen met de brandweer nog bezig met het onderzoek naar de brand. Opmerkelijk is dat er in de flat geen rookmelders aanwezig waren. Die worden nu zo snel mogelijk geplaatst.